Mijn brein weet niet zo goed wat hij met deze vraag aan moet. Ik weet het al, ik stuur hem door naar deze malle mannen. Want Peter heeft altijd gelijk. En Timon heeft net iets minder gelijk. Maar desalniettemin krijg ik een antwoord op mijn vraag. Want zo is lekker spreken. Oh. Jawel, daar zijn ze weer. Twee mannen van Lekker Spreken een gaming podcast. ...wekelijks. Oh, ja, wat? Ja, oké. Okay. Normaal mag ik je nooit onderbreken tijdens je intro. Dan word je ja, gek. Het is goed dat je even zo'n pauze uh, laat. Ja, oké. Okay. Maar nu mag je toch echt iets gaan zeggen? Ik heb mijn ding gedaan nu. Je wilde even laten weten dat je niet onderbreekt? Ja. Oké. Okay. <laughs> laten we dan gaan beginnen. Afgelopen week... ...was de uh, Paris Games Week... Een van de grotere conferentie- gameconferenties uit Frankrijk. Als je niet weet waar Parijs ligt. Ik heb er eigenlijk persoonlijk nooit van gehoord. Van, uh... Ik ben heel eerlijk, ik ook niet veel. Volgens mij uh, is het ook nog niet zo heel lang. En er, zijn, er komen nooit echt knallers vandaan. Maar uh, tijdens Gamescom zei PlayStation 4: Wij hebben geen persconferentie, wij doen er niet aan. Uh, E3, dat was vlak na E3 volgens mij ja. ook. Wij doen hem nu. Wij doen hem gewoon nu. En uh, ze hebben eind dit jaar ook nog PlayStation Experience. Dat is hun eigen persconferentie. Waar ze waarschijnlijk gaan knallen. Maar ze hadden zoveel knallers. Zoveel knallers. Ze zijn nu al los gegaan. Ze zijn nu al los losgegaan. We moeten het kwijt op de Pers Games Week. En wij gaan de spellen. Die wijspraak maken vinden. Even doornemen. We gaan er even snel doorheen. Want het is, het is een aardig lijstje Dat geworden. Het is een lekker lijstje. Ze begonnen met, uh, uh, met vechtspellen en racespellen. Toen Daar gaan we het niet eens over hebben. Ja, weekending... maar Toen dachten we: dit wordt niks. Dit wordt tien keer niks. Ik kom eens met Tekken en al die uh, bende. Die bende. Maar toen begonnen ze hoor. Ik heb hier staan: Horizon Zero Dawn. Dat is van uh, Gorilla Games. <coughs> even een slokje hoor. Even een slokje: is het keeltje droog? is dan moet je gewoon een slokje nemen. En ja, dat was het, lekker. Nog eentje. Ja, tweede slokkie. Gaat hij voor de derde? Hij gaat voor de derde slokkie. Een nipje. Kijken. was een nipje. nipje. Telt tel dat slok? Weet je niet. Nip een dat slok. ik weet het ook niet. Horizon Zero Dawn van Guerrilla Games. Dat is dat spel van de E3 met die gigantische robot-dinosaurussen. Ja, dus daar kregen we meer van te zien op Paris. Paris. Gamesweek. Nou, ik mag best ja, ik gluur ook gewoon, hoor. En ik zal je één ding, vertellen. ik ben geen robotman. Ik ben geen robotman, maar weet je wat ik wel ben? Weet je wat voor ik ben? Ik een ben een dino man. Ik ben een dino man. Als je mij een robot dino geeft, ben ik alsnog tevreden, hoor. Natuurlijk. Ja, maar ze zien er ook echt goed uit. Dat design. Kijk het design van het spel. Schoot. De robots, hè. Die mannen, die zijn een beetje ja, niet mannen mijn Mannen zijn zeer standaard. Oerman. Ik ben, oerman, geen oerman. ik ben geen oerman. Ik ben persoonlijk geen oerman. Maar uh, die robots zijn wel echt goed. Dat zag er heel episch uit, het spel. Ja, ze lieten uh, een beetje hetzelfde zien. Als wat we eigenlijk al op E3 hadden gezien. Ze haalden weer dezelfde dino neer. Die man die denkt: wat maar oh, toen zag oh, je het nou er allemaal. Toen zag je iets ja, korter anders. Ze ja, maar nu is het een live gameplay sessie. Ja, nu heb je echt het gevoel dat. Oh, dit ga ik echt zelf spelen. Tijdens E3 dacht ik: oh, Nou, ja. dit is gewoon een videootje van oh, hoe het kan worden, zeg maar. We zagen nog niet veel nieuws. Maar nog steeds, het ziet er goed uit. Ik ben wel echt benieuwd. Nou, dan dan ik komt die komt wel. In 2016 of zo? Ik weet niet of er al een datum aan vast eerlijk gezegd. Maar dat zal nee. nog. Ja, 2016 zag er 2017 zijn. Zag een goed uit. Die, goed wil uit. Je spelen. die wil je spelen. Dino's. Robot Dino's, ja. Deze krijgt een ja. Deze krijgt een duimpje omhoog. Uh, volgende. We zagen No Man's Sky weer. En hij had een uh, datum gekregen. Begin 2016 was het of zo? Ja, juli geloof ik. Hoe dan ook. Ik was twee uh, podcasts geleden was ik nog enthousiast. Maar hoe meer trailers ze laten zien, hoe minder enthousiast ik ben. Want ze laten de hele tijd hetzelfde ja, zien. Ja, ze laten de hele tijd hetzelfde zien. Maar ik mij, ben al geen spaceman. Ze moeten dingen brengen waarvan ik denk: van, dit wil ik spelen. Het is wel heel groot en zo. vind ik interessant. Ik ben geen spaceman, maar dat vind ik interessant. Ja. Maar, dan moet ik wel maar dat iets... hebben ze in de eerste twee jaar. Maar dan moet ik wel zien. iets te doen hebben in het spel. Duimpje omlaag noem, maar ja, dan moet rustig blijven. Als nee, oké. Okay, dan moet even uh, boos worden. <laughs> oké, okay, moet ik rustig blijven? Ja. Oké, okay, vol, bij de volgende ben ik rustig. Nu niet meer. Nee, nee ik, ik, ben, ben, de... ik ben rustig. Uh, ik ben rustiger. Ik zal niet meer boos worden. Dus even volgende week pas. <laughs> oh, dan weet nee, ik niet of ik het trouwen. Bij de volgende titel. Bij de volgende titel. <laughs> oké. Okay. Um, ja, wat ik zeg. Je ziet nu elke keer weer een shot komen op een planeet... en dan loopt er weer een bonk... op elkaar ja. geplakte wezens rond. Ja. En dat is een beetje... We Te hadden het tijdens beesten. de stream... we hadden het gelivestreamd, de reacties. Hadden we, het erover, we hadden het erover dat um, bij Ark... Eerste video van Ark ook. zo je op het strand allemaal dinosaurussen bij elkaar geplakt. Veel te veel op één gedeelte. Toen zeiden we van je moet eigenlijk zoeken naar een dino. Ja, het moet bijzonder zijn, dan kom je er eentje tegen. Maar ook met deze trailer, en ik neem aan dat ze vrij vers zijn met het spel. Je ziet altijd kuddesdieren dieren bij elkaar geplakt door elkaar gestrooid. En het voelt. Ja, het voelt niet zo je goed. meer bijzonder dan kom je een beest tegen, zeg maar. Het is gewoon, oh, daar heb je weer tien van die beesten op een hoopje liggen. Dat is niet mijn ding. Het ziet er niet goed uit, maar het kan ons nog altijd verrassen. Ik ben nog steeds benieuwd. Natuurlijk ja, zijn we nog steeds benieuwd. Maar laat iets nieuws zien of laat niks zien. Ik heb genoeg gezien. Ja, dat is waar. Nee, dan heb je gewoon groot gelijk, Peter. Op naar de volgende. Volgende. Dreams. Van de makers van Little Big Planet is dat. Een tearaway. Dat is interessant. Dat is heel interessant. Maar dat is gewoon mooi, want Big Planet, de makers van Little Big Planet doen Ik altijd wat nieuws. Ik mag ze gewoon. Ze hebben mijn stijl. Ja. Ze voelen alles zo creatief aan, levensgenietend. Ik hou ervan. En dit spel is een spel waar je. Alle, het is eigenlijk een opgefokte Mario Maker. Je kunt dromen maken, dus eigenlijk levels. En alles in die dromen kun je zelf kleien. En alles is mogelijk in je dromen, Peter. Dat is een beetje het ding. Oh, is je een ding. Je kan alles maken en dan kan je een leveltje maken. En ze lieten dus iets zien. En het, zag er, goed, het er echt goed. Graag uit. het ziet er echt goed uit. Ik dacht wel gelijk, ik heb helemaal geen zin om iets te maken. We waren al teleurgesteld in onszelf dat we waarschijnlijk een. Piemelbos gaan maken of zo, yeah. weet je wel. Maar ja. ik ben ook net, net als bij Mario Maker, ben ik meer een man die gewoon gemaakte levels speelt. En daar geniet ik van. Ik denk dat het in dat uh, spel ook gewoon zit, dat je dan ja. leveltjes kan spelen en uh, je kan ervoor kiezen om het te maken. En anders kan je andere mensen een level spelen. Ja. Dus het wordt denk ik wel gewoon mooi. Als ja, het, het wordt uh, wel echt mooi. Ik, dat ziet er echt heel interessant uit, ja, want dat is echt nieuw, ja. Dat wordt mooi. Dreams, let's go. Ik dacht, got... wat? Let's go, Dreams. Spel, go, let's go. Zeg het toch al als je voor een team bent, let's go. Ik support het spel. Let's go dreams, zeg maar. Zo, snap je niet wat ik bedoel? Ik... Oh. <laughs> oh snap je niet wat ik bedoel? Ik voelde me geïntimideerd dan ga ik ging <laughs> Ja, Oké, als een lame bespuug je me nu gewoon, in de hoop dat je stopt. <laughs> uh, volgende spel, wild. Wild, welke was dat ook weer? Dat was het spel waar een vrouw was uh, gebeten door een slangetje. Ja, oh <laughs> ja, 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 ja. Die ken ik. <laughs> ik weet niet waarom ik lach. Ja, ik weet niet waarom je dat grappig vindt te... <laughs> dat gebeurde. De man in <vind> het beten, dat wil ik <laughs> altijd lachen. <laughs> Leuk hoor. Uh, nee, dat was het uh, spel waar de vrouw was gebeten door een slang. De man ging erop uit. Zijn missie was uh, zijn vrouw redden. Wat deed hij? Hij riep een meer op of zo. Ja. Hij bestuurde de mail en hij ving een slang. Hij <laughs> ving een slang en hij ging op een beer rijden. Dat was wat er gebeurde. En vervolgens, zag we, we zagen wat merels, we zagen wat spreeuwen. Ja. mail hebben we gezien. Makreeltje volgens mij ook. Makreeltje. Ze een lijster. Ja, ook? Ja. En allemaal dieren, die kun je onder controle houden. En ik zei, dat ziet er mooi uit. Want wat ik miste met um, Horizon Zero Dawn... Kun je op die robotdino's rijden? Dat moet wel. Ik wil gewoon beesten bereiden... Het sprak me helemaal niet aan wel, maar toen hij een beer ging bereiden, toen dacht ik van, ja, dit wil ik toch ook wel even doen. Ja, volgens mij is het een soort survival game. En het zag er op vrij grote schaal uit. Dieren zijn altijd goed. Ja. Wederom ben ik benieuwd. Maar ja, oh, benieuwd. ja wat kwam er? Kan er kwam een of andere naakte slangenvrouw, sexy slangenvrouw. Slan sexy slangenvrouw, dat was wel wat minder. Minder? Ben je niet van de sexy slangvrouw? Ik ben wel van de sexy slangvrouw, maar van de niet in, de, in game ben ik daar gewoon niet van. Niet van de schubben? Niet van die schubben. Ik ben niet van die schubben. Ik ben geen schubbenman. Ja, uh, ja, ik weet het niet. Dat was wild. Dat is wel. Het is helemaal nieuw. Was die helemaal nieuw aangekondigd? Want, nee, uh, die was ook al van e3, maar toen dachten: wat gebeurt er? En gebeurt, nu zagen we: oh, dit gebeurt er. Dat zag er best mooi uit. Ja. Twijfel geval of, of het mooi wordt. Ik ben wel weer. Ik vind het mooi. Nee, maar jij vindt alles mooi. Je bent zo'n leven scherp. Je, je hebt een naakte schubbenvrouw gezien. Opeens vind je alles prima in het leven. Hoe voelt dat aan? Schubbige vrouwen. Waarschijnlijk kan je het niet eens voelen. Hoe voelt een vrouw sowieso aan? Ja, dat je wie weet ja, het? Dat weet je niet. Dat kan je wel vragen, maar dan krijg je nooit het echte gevoel, weet je wel. Ja. Daarom moeten we VR hebben. Dan ga je er helemaal in de game. Dan lijkt het net alsof je het voelt. Inderdaad. Nog steeds niet, Peter. Helaas. <laughs> Maar dit is het dichtste wat je bij de realiteit kan komen. Want ze kwam met heel veel VR-dingen. We hebben Riggs weer langs zien komen. Die hadden wij al gespeeld op First Look. Nog steeds mooi. Nog steeds mooi. Uh, er kwam een, een of andere demonstratie van uh, zo'n touw. Ze liepen over een touwtje. heen. was van nee, een film het of zo. Ja, was gewoon van een film. Ja, dus weet ik. Maar gewoon het idee. Het idee is goed. We hadden het erover. Dat alleen over het touw lopen is al interessant genoeg om te doen. Ja. Dus zoiets simpels als over het touw lopen. Want in een normaal spel is het saai. Langs een muurtje lopen is zij, Springen is zij. Maar met virtual reality wordt het dat al Alle intens. Alles wordt nieuw. En dat is mooi. Uh, verder hadden ze nog meer. Namelijk Robinson... Is het Robinson? Robinson. Robinson the Journey. Dat was van de makers van Far Cry and Crisis. En dat was... Dat zag er goed uit. VR... Dino's. Dino's, style. Overal dino's. En al dino's zagen er goed uit. En het zag er mooi uit. Dat gaat genieten worden, dat Peter. Portalballetje in de video zei maar tegen je. Die was minder. Ja, dat is een robot. We dat is ro geen robot, maar die dino's waren goed, Peter. Die zei: ontwijkt de dino's. Het kwam een kudde dino's op je af. En dat was geweldig. Volgende. Until Dawn. Rush of Blood. Ik hoorde al geruchten. Er komt uh, Until Dawn DLC. Ik werd helemaal blij, blij man. Ja, blij was je. Ik hoop niet dat het dit is. Want het is Until Dawn, Rush of Blood. Dat en zag er uh, gaar uit, joh. Ja, ik weet niet of dat al echt de game was. Want volgens mij zijn ze er nog maar net mee begonnen. Hey, en echt... Ik dook net even op YouTube, ik ging van het gameplay bekijken. En toen kwamen een paar zombies in beeld. En, zo, en ik zat ja? zo te kijken, wat is dit nou weer allemaal? Het want zag ik had... echt heel gaar uit. Ik had inderdaad ook uh, het interview gezien. En ze zeiden dat het een rail shooter werd. Volgens ja. mij. Dus dan zit je gewoon wel met VR. Het is, dus je kan niet heb lopen. Je gezegd? VR is het hele ja, het ding. Ja, is VR. Je zit dus uh, volgens mij ook letterlijk op een rails railspookhuisachtig volgens mij. Dat weet ik niet zeker hoor. Het is in ieder geval een railshooter en je moet dus schieten. En wat het Until Dawn maakt is dat je keuzes kunt maken. Ze hebben wat echt gewoon de titel van Until Dawn gebruikt. Maar omdat dit, het zo'n succes was. Nu ben ik er wel bang voor. Want Until Dawn is gewoon een mooitje. Ja, dat is genieten. Dat was echt intens genieten. En dan gaan ze dan zo'n prutspel maken. en Dan maken ze die titel, nee, de waarde kapot. van die titel, nu al kapot. Ja, maar ze wilden gewoon waarschijnlijk toch een tweede deel maken van Until Dawn. Waarom zou je van... dat niet willen? Ja, de weet je niet. Die maken niet. Een, een beetje zelfrespect. Untel ja. op te plakken als een man. Ja, misschien echt, is het geweldig, om, maar het ziet echt... er echt crappy uit als en dat in-game ja, is. Het ziet er echt gaar uit. Maar ik hoop dat het gewoon echt alpha... Uh, gewoon misschien kunnen we die, die makers nog vertrouwen. Misschien kunnen we die makers nog vertrouwen. Ze hebben eerder een mooi titeltje gemaakt, dus... Uh... We kunnen ze misschien nog vertrouwen. Misschien zijn ze gek geworden door de tientjes, Timon. Durf te dromen, durf te dromen. Het zag er kut uit, hoor. Ik ben een Untel man. Ja, ik ook. Gran Turismo... Doet ik, ons niet zoveel. Wil ik persoonlijk geen woorden naar vuil maken? Ik ben geen automan. Ik weet niet veel van auto's. Bumpers ken ik. Meer weet je jou niet. Kijk, dat is weg. En... Laat alleen die bumpers in, uh, zien, dan vind je het mooi. Maar wij waren niet in geïnteresseerd. Maar die man van PlayStation zelf, die op het podium stond, die zag er verveeld uit. Ja, die zei, dacht zelfs: van wanneer stopt deze man dan nou met praten? Maar jij zei. Al hebben ze nou eens dat stuurtje erbij en VR. Dan, dan zou het zijn. Ik dacht inderdaad gewoon. Dan gaan we los. Dat zou mooi dan zijn. Lijkt het een heel race spel. Lijkt me in één klamp. In, in één klamp is het toch? Eén klamp. In <laughs> één klamp. Interessant. <laughs> ja, dat is echt zo. Maar dat gaan ze niet doen. Want het was dat, geen VR. Het was het geen is niet, VR. Bevestigd. Het is niet bevestigd. Maar ik denk dat ze dat gaan doen. Dat, dat kan toch bijna niet. In ja, de toekomst gaan ze dat sowieso nee, doen. Met PlayStation VR. Hoe kunnen, kunnen ze het niet doen? Tip het even Mensen aan. Mensen Kijkt er iemand van PlayStation. Tip zo Stuurt, stuurt even je erbij, Timor? Stuurt je Mag ze helemaal opnieuw beginnen met het spel? En dan zijn we er bijna doorheen wat betreft mijn lijstje. Maar dan komt hij. de klapper. Of is het de klamper? De klamper is het ja. Je moet me gewoon verbeteren. Ja, klamper. Anders blijft het verkeerd gaan. Het was. Van Quantic Dream. De makers van Heavy Rain. En Beyond Two Souls. We gaan terug in de tijd, Timon. Nu gaan we even terug in de tijd. Is het, in. Demon. het is Timon. Het is Timon, trouwens. Ik uh, dacht. Ik laat deze even schieten. Moet je niet doen, ik zei ze juist. Ja, oké. Okay. Een paar jaar geleden, PlayStation 3, hadden ze een tech demo gemaakt. Met, uh, die heette Cara, volgens mij. Het ging over een uh, robot, die kun je kopen. Je die, die zag zo'n fabriek, er werden die robots gemaakt en getest. En één robot, spoilers allemaal, die uh, is super toon... slim. Nee, die toonde emotie als een mens. En dat mocht niet, want die... dat is uh, in de wereld waar AI echt grenst aan voor zichzelf gaan denken en de robots en niet. Ik ben geen robotman, maar dat vind ik interessant. Kijk de de film uh... Ex Machina. Ik ken de film nu, jij kent hem wel. Ik heb jij ja, stop is, er maar niet over. Ik heb die gezien en het voelde alsof die geïnspireerd was door die tech demo. En het is een mooi filmpje. Maar dat is dus wat ze een beetje gaan doen. Nieuw spel gebaseerd op die tech demo, genaamd Detroit Become Human. En het zag er goed uit, hoor. Dat ja, interessant. Maar die mannen maken weer van die verhaalgedreven spellen. Daar nou, hou keuzes, ik van. Ja, die keuzes uh, voelen belangrijk. Met, met Heavy Rain had je dus iets van drie hoofdpersonages. Als je er één liet sterven, dan stopte die verhaallijn gewoon van dat perso personage. Dat, vond, dat vind ik zo interessant, want die keuzes voelen dan zoveel zwaarder. En ik hoop dat ze dat weer gaan doen. Ik ben benieuwd. Ik vertrouw die mannen gewoon. Ik vertrouw die mannen. En ik heb er zin in. Ik ook. Wordt mooi. Heb jij die tech demo nog niet gezien? Dat is moeite waard om even te kijken. Dat is een favorietje ook van uh, de Paris Gaming Week. Detroit Become Human. Voor ja. mij dan, persoonlijk. Ja, voor mij ook. Dat is die klamper ook. ook, ja. Maar toch best wel veel mooitjes. Dat had ik niet verwacht. Ja, nou, het is gewoon precies ongeveer hetzelfde als E3. Maar alleen zag je overal iets meer van, zeg maar. Behalve Detroit, wat echt nieuw was volgens mij, of niet? Ja, dat is echt de aankondiging. Dat was echt mooi. Het is ook een Franse studio, dus misschien vandaar. Ja. Hé, hey, dat was toch een heerlijke week, die uh, Paris Games Week? Ja, het was heerlijk. Nou, oké. Okay. Nou, nee, oké, okay, waarom vraag je het aan mij? Uh, waarom Vra ik heb je... vraag je mij goedkeuring altijd? Ik heb goedkeuring nodig, Timon. Ik ben een onzekere man. Ik zeg net dat ik het leuk vond... Dat ik ernaar uitkijk en ga je tegen. Ga ja, maar dan even kan even ik ook zeggen vestiging ik... vragen. Ja, is heerlijk, hè? Wat moet ik nou een dubbel zeggen dat ik het leuk dan vind? Dan kan ik toch ook dan zeggen. Ik kan dat de, de hele leuk aflevering als gaan. Als ik zeg dan Dat ik Dan kan ik de hele aflevering door Zo blijven gaan jongen. dat ik het leuk vind. Oh, ik vind het leuk. Oh, ik vind het leuk. Ik heb er zin in. Ik vind het leuk. Dan wordt iedereen knettergek gek. Moet je nu ook weer zeggen, hè? Ik vind het heerlijk, hé, hey, Tio, ja, maar... vind jij het wel ook heerlijk? Spreek een keer voor jezelf, man. Maar als ik zou zeg, van ik vind het leuk en dan kom jij weer. Hé, hey, dat is helemaal niet leuk. Er is dus niets leuks aan. Wat ben je niet cool, Peter? Met je eigen meningen. Nee, dat vind ik niet leuk. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dan dat er check ik het in even, man. Zullen we naar de vraag gaan dan? Ja, vraag van de week. Ja, dat durf ik ook niet zelf in te starten. Nee, dat moet je gewoon doen. Dat moet je wel goed kunnen voor vragen. Maar als je zo gaat schreeuwen, dan word ik nog onzeker. Hé, hey, dit is een uh, vraagje. Die is ingestuurd via lekkerspreken.gmail.com. En wow. tevens, de winnaar. Winnertje. We hebben een winnaar. De winnaar. Wat krijgt hij? Chivalry. Chivalry. Prima spelletje. Stop met je computer. Speel het. Zet hem geen weer code, uit volgens mij. Dus. <laughs> Stoppen <hem> mij. <mee. laughs> Wat is de vraag van die man? Dit is een beetje opbouwen, hè? want iedereen denkt: Is het mijn vraag? Is het, is het mijn, het mijn vraag? vraag? Is het mijn vraag? Beste vlierenfluiters. Halloween staat om de hoek. En mijn vraag is dus. Het is honk trouwens. Je hoeft niet de mensen te gaan verbijden. Okay, oké, sorry. Ik dacht dat jij. Ja, het ik vraag zei. erom, omdat ik het. Nee, oké, okay, ga maar opnieuw. Beste vlierenfluiters. Halloween staat om de hoek. <laughs> en mijn vraag is dus. Wat was het engste moment in jullie gamingervaring? En hebben jullie wel eens een spel niet durven te spelen? Drie kusjes op jullie dat ondernek. Dat vind ik een beetje raar. Zit niet. Dat is de reden waarom ik hem verkoos voor... Uh, ja, jij vindt dat lekker. Dat vind je prettig. De vraag was kut. Maar dat vind ik gewoon die, lekker. Die kusjes vind je prettig. In die ondernek het ja. liefst. Timon, ik denk dat we het erover eens zijn. Wat is het engste spel? Ja, PT. PT. Toch wel. Maar ik vind... Bij jou is het iets anders dan bij mij. Ik... ik ik zou nooit een eng spel voor de lol spelen, ooit in mijn leven, dat ik denk van Ah, ik zit lekker thuis, zondagavond, ik heb niks te doen, laat ik even een eng spel spelen Dat heb ik sowieso al niet, dus ik zou nooit eigenlijk een eng spel willen spelen Maar het eng, mijn engste ervaring is toch wel echt pt ik, ik weet, ik weet niet waarom je dat allemaal vertelt, er wordt niemand vroeger naar Niemand vroeger naar Heb nou je wel eens een of... spel niet durven spelen? Ja, alle spellen zeg ik ja, Kun je toch gewoon kort zijn? We moeten Ja, okay, uh, sorry. Mooi. een heel spotlight weer uh, voor ik jezelf. Ik ik neem het even weet open. Nou, oké. Okay. Gewoon ja of nee? Ja. <laughs> nee, PT is echt gewoon een van de engste spellen ooit. Silent Hill 2, vroeger vonden we dat eng. Die hebben ook met z'n tweetjes gespeeld. Gezellig. Maar dat is gewoon gezellig. Ook eng. Ook eng. Waarschijnlijk nu niet meer als je het nu speelt. We moeten het binnenkort gewoon een keer doen. Silent Hill. Maar prima. Oh, oké. Okay. Ja, Jongen, ik dacht dat dit gezellig ging. Nee, maar worden. jij kapt me de hele tijd af ja, en zo. Ja, ik zal de zaak afsluiten, want ik heb hier geen zin meer in. Heb je nou uh, ook een mening over de dingen waar we het over Heb je nou ook een mening over En nee, nu ben je eruit hè? Ja, maar dat Nu lukt het je niet meer. Ja, omdat je geen meer... Maar waar schreeuwen ben je zonder weer. mij? Waar ben je ik zonder? Ik zei toch dat ik onzeker werd als je gaat schreeuwen. Je blijft maar schreeuwen. Dat vind ik gewoon vervelend. Ik geef mijn grenzen aan, maar je gaat maar door. Nee, je onderbreekt mij toch ook. Ik stop nu. Doe je outro. Ik ga echt niet helpen bij die outro ook. Niemand vraagt erom. Waarom doe je dat de dingen waar niemand om vraagt? Heb je nou ook een mening over de dingen Laten die je hebben? Laat het me even weten in hebben? de comments. Wat vond jij leuk op Pers Gaming Week? Wat is jouw engste spel die je ooit hebt gespeeld? Pers Games Week is het. En uh, heb je nou ook een vraag? Stuur hem door naar lekker at gmail.com. Want ook jij maakt kans! Op de prijs van de week, dames en heren! Wat is de prijs van de week?! Wat is de prijs van de week?! Wat gaan we weggeven? Hebben we nog een chivalry? chivalry? We hebben nog een chivalry. Wil je nog een chivalry weggeven of wil je het anders weggeven? Ik hem er gewoon uit. Volgende week nieuwe prijs. Maar er waren veel mensen die hem wilden hebben, dus... Hup uh, een keertje. Okay, Hup een keertje, geef hem keer. gewoon nog een keertje weg. Dan mag ik de outro doen deze keer dan? Nee, ik doe dit keer wel de outro, oké? Okay? Je hebt al zoveel gedaan en ik, ik zie dat je moeite krijgt. Ja, maar je krijgt. blijft maar die... Potlight grijpen, maar aandacht schuil je. Ja, oké, okay, doei! Superleuk dat je er weer bij was, Peter. En ook en jullie, je... bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Dat kon je ook nog afsluiten, dan was het nog iets, maar. Uh... Wat doe je, deze was toch gewoon goed? Jij praat alleen goed. maar doorheen. Je hebt... Het is groen, volgens mij.